Like challenge. Like sneller dan dat ik een schaar tover. Oeh. Handig. Vooral als ik moet knippen in de video. Ik zit in de best beveiligde gevangenis. En het bijzondere aan dit alles, hoi politie, is dat ik dit first person speel. First person houdt dus in dat we het letterlijk vanuit de ogen van mijn Roblox personage zien. En dat is vrij bijzonder. In Roblox is het meestal third person, dan ga open. Dankjewel. Dan zie je je karakter dus eigenlijk van bovenaf of vanaf de achterkant lopen. Maar dit is wat compleet anders. En het leek me leuk om dit te doen, want ontsnappen. Dat is de reden. Oh, spikes als grond. Dat is niet handig. Zeg maar, vloerbedekking is soms onhandig, omdat er vlekken in kunnen komen. Maar dit is ook onhandig, omdat je zeg maar het misschien niet overleeft. Is allebei niet leuk. Oh, waar ben ik? Oh, we hebben daar... Oh, sorry agent. Ik ga er vandoor. Moet ik hierdoor? Nee. Oh, hij heeft me gezien. Hij zit letterlijk achter me aan. Wacht op mij, medegevangenen. Laten we samen gevangenisstaart pakken. Je weet wel, om te vieren dat we ontsnapt zijn. Hij helpt me ook letterlijk. Je hoeft me niet te helpen, vriend. Ik ben al 401 keer ontsnapt uit het nablijflokaal. Oké, dat is misschien wel iets anders. Kijk eens aan. We kunnen hier doorheen. Springen we naar beneden. Ik moet zeggen, ik vind het echt heel erg spannend. Oeh, kijk. We zijn in de badkamer. Ik bedoel toilet. Dat is wel wat anders, want ik zie geen douche. Oké. Wacht even, wat? Oh, sorry, ik dacht... Ja, nee, ja, ik snap het. Ja, nee, tuurlijk, we moeten het gat in de grond hebben en niet het toilet. Ik dacht, het is hetzelfde. Oeh. Ik heb medelijden met deze wc. Ik vind dat we een naam moeten bedenken voor deze wc. Laat een goede naam... Voor nu, Geronimo. Geronimo het toilet. Oké, we moeten proberen om niet naar beneden te vallen, want dan hebben we lava zwemles. En lava zwemles is niet de populairste sport, omdat je kunt het precies één keer spelen en dan nooit meer. Je kunt daarna niks meer doen. Oh, snap. Oeh, waarschijnlijk ging dat in elkaar storten. Ik dacht het al. Oh, sorry, meneer. Nu kun jij niet. Oh, je kunt wel. Oké, we gaan verder. En nu moet hij hier weer wachten. Oh. Kijk, dat is de reden waarom ik überhaupt in deze gevangenis zat. Ik laat mensen afgaan in lobby's. Dat is de reden. Oh my god, wat is het met die spikes? Even serieus, jongens. Wat willen ze bewijzen? Oh, wacht even. Ik ga waarschijnlijk af nu, want ik let niet op. Wacht, waar komt die bal vandaan? Daar komt die bal vandaan. Dat ziet eruit als een gehaktbal. Nu heb ik zin in een gehaktbal. Oké, maakt niet uit. Ik denk dat we beter hierin kunnen. Albert Einstein zou het er niet mee eens zijn, zeg maar. Kijk, nu weet ik dat ik hier moet wachten. En waarschijnlijk is het een goede keuze, want let op. Kijk, dat bedoel ik. Nou, nu kunnen we het in één keer halen. Ik ben wel oprecht benieuwd. Als mijn Roblox-karakter naar de gevangenis zou moeten, om welke reden zou dat dan zijn? Heb ik Robux gestolen? Oh my gosh, daar staat die gast en hij laat een scheet. Heb ik Robux gestolen? Wat heb ik gedaan? Oh, hij ziet me. Rustig, meneer. Rustig, meneer. Oh, wat moet ik doen? Oh, ik moet draaien. Ik heb gedraaid. Alleen de meneer zit achter me aan. En hij heeft een helm die iets te klein is voor zijn hoofd. Ah, kijk. We hebben deze poort opengedraaid. Super chill. Hé, daar hebben we de masker, jongeman. Die ik net in de lava liet vallen. Weet niet of een excuses daarvoor genoeg is. Dus ik laat hem gewoon voorgaan. Zodat ik hem niet hoef aan te kijken. Nee, grapje. Ik haal je weer in. Oké, we gaan naar deze kant. Wat is dat? Is dat een kooi? Dat is een kooi. Ik ga daar niet in. Nee, ik heb maar liefst 10 seconden in de gevangenis gezeten vandaag. En ik ben niet van plan om er weer in te gaan zitten. Oké, kijk, we gaan naar boven. Ik vind dit zo cool. Nogmaals, ik heb nog nooit eerder een Roblox hobby gespeeld in first person. Dit is een eerste keer voor eerst person. Ik wou first person vertalen, het lukt niet helemaal. Oké, we drukken hier op de knop en we krijgen een energiedrankje. Klonk, 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 klonk. Daardoor zijn we mega snel en kunnen we zo snel rennen dat we niet stinken. Hè? Want eigenlijk douchen we nooit, daardoor stinken we. Alleen als we zo snel rennen, dan blaast de wind onze stank weg. Dat zijn life hacks voor vieze mensen. ik bedoel dat in Roblox. Natuurlijk, hè? In het echt moet je gewoon douchen, joh. Dat is hartstikke belangrijk. Oké, daar gaan we. Springen, springen en via de ladder. Nou, heb ik nou een scheet gelaten? Oh, ik stink echt! Oh, wat grappig. Ik maakte een grapje en het werd realiteit. Oké, we gaan naar boven. En volgens mij zijn we van die politieagent af. Ik zag hem voor de laatste keer toen hij die veel te strakke helm aan had. Dat is inmiddels alweer 20 seconden geleden, joh. Wat gaat de tijd toch snel? Ik weet nog, 20 seconden geleden was Snoep nog een euro per zak. En nu een miljoen. Wacht, wat heb ik nodig? Heb ik iets fout gedaan? Ik zie hier stoelen liggen. Wat is er met jou aan de hand, gast? Waarom loop je zo raar? Wacht, hier kom ik vandaan. Ah, wacht, storage. Room. Ik snap het al. We hebben een sleutel nodig. Sleutel. Sleutel. Wat is dit? Dat is een trap. Hoezo heb ik... Wacht. Ah, wacht even. Ik denk dat ik het al snap. Ik denk dat ik het al begrijp. Ik moet via de trap hier naar boven. Nee, dat moet ik niet. Ik moet de ladder meenemen. En volgens mij staat daar letterlijk. Het staat letterlijk vol op de muur. Vind een ladder. Wat doe ik? Moeilijk. Oké, kijk. En nu kan ik hier omhoog. Die gast met dat masker wacht ook de hele tijd op mij. Volgens mij wil hij best de matties zijn. Oké, daar gaan we. Oh, snap. Het wordt lastiger met de seconde. Let niet op de miljoen spijkers op de vloer. Dat is nieuw. Ik ben gewoon heel erg vindingrijk. Ik weet altijd nieuwe manieren te vinden om de boel mooi in te richten. Oké, daar gaan we. Oh, snapperoni. Zeg maar, het ding is, ik speel dit zonder geluid. Dus het kan zijn dat er echt mega bizarre geluiden te horen zijn. Alleen dan heb ik dat dus niet door. Wacht, wat moet ik hier doen? Oh, wacht, ik moet naar boven. Ik liep gewoon tegen een muur aan. Wat op zich niet zo grappig is, maar als je gewoon heel hard lacht, dan lijkt het grappig. Zie, nu vond iedereen het grappig. Oké, daar gaan we. We moeten oppassen voor dat rook. En dat kunnen we uitzetten door middel van dit wiel. Kijk, nu is het rook gestopt. Want ja, weet je, rook is gewoon niet goed. Dus jongens.
Ah, wacht, waarschijnlijk... Oh, weet je wat? Ik koop een colaatje voor een veel te dure 200 Robux, maar toch? Want met deze super lekkere cola, die volgens mij over datum is, kan ik heel erg hoog springen. Oh my gosh, jongens. Is dat? Kijk, let op. Ik kan nu letterlijk gewoon heel wat level bijna overslaan. Let's go! Ah, nee, maar dit is vals spelen. Dit was nou ook weer niet mijn intentie. Ik wou gewoon een beetje vals spelen, niet heel veel. Dit is toch niet normaal, gast? Ik zou zo mee kunnen doen aan de Olympische gevangenis spelen. Ik weet niet of die dit jaar worden gehouden, want bijna alle gevangenen zijn ontsnapt, dus er zijn niet zoveel kandidaten meer. Maar toch. Oké, zijn we hier al geweest? Of kom ik hier juist vandaan? Nee, hier ben ik nog niet geweest. Het is tijd voor een speedrun! Oh, nee! Oh, dat komt letterlijk omdat ik te hoog sprong. Zo zie je maar weer. Soms is het beter om niet vals te spelen. Eigenlijk is het altijd beter om niet vals te spelen. Maar soms komt het gewoon een beetje goed uit. Dit is ook niet echt vals spelen, weet je. Ik heb er netjes voor betaald. Als ik het gestolen had, ja, dan was het misschien een soort van vals spelen. Ja, ik probeer gewoon excuses te bedenken waarom vals spelen oké is. We gaan snel naar boven via deze ladder. Want volgens mij komen we steeds dichter bij de ontsnapping. Hè? Ik bedoel, we zijn nu nog in de gevangenis. Maar de bedoeling is dat we daar zometeen niet meer zijn. Oeh, ging net goed. Dat we daar zometeen niet meer zijn. Oh nee, het is de shit. Oh. Moet ik hem inmaken of zo? Dude, waarom heeft hij een health bar? Oh my gosh, hij heeft kaas op me gegooid. Vind ik niet cool. Oh, hij is zo creepy. Oh, wacht, er is daar een geweer of zo. Oh, hij gaat me inmaken. Oh, snapperoni, pepperoni. Snel, snel, snel. Oh ja, jongens toch. Ik kan toch niks doen als die ketchup op mijn gezicht gooit. Oké, ik heb dat ding. Daar gaan we. Let's go. Oh, yes. Yes, come on. Oh, hij heeft me. Volgens mij heeft hij me. Nee, nog niet. Come on, we maken hem in. Het is DutchTuber versus de grootste chef ter wereld. Eigenlijk vind ik het zonde om hem in te maken. Want ik denk dat hij heel goed is in taartbakken. Oh, ik heb hem. Nou, dan moet ik een recept op het internet vinden, denk ik. Jee, we hebben hem! Maar dat was alleen nog maar de chef. Of was dat de politieagent verkleed als chef? Zoveel vragen, zo weinig antwoorden. Het voelt net als een wiskundetoets. Kan ik op die gast schieten daar? Ga weg! Ik kan hem raken. Wat schiet ik eigenlijk? Oh, hamburgers! Stel voor je hebt gewoon echt een hamburgerkanon. Dan kun je gewoon letterlijk schieten om te eten. Dat is denk ik niet echt handig. Ik denk dat het veel paniek veroorzaakt. Maar toch, het zou kunnen. Oké, let's go! Woe! We glijden en... Oh my gosh. Ik vind Roblox logica nog steeds het mooiste wat er is. Oké, we klimmen hier omhoog via deze mooie... Ik ben weer met diezelfde gast met dat masker. Wat is jouw naam? Zijn naam is Mel. Coole naam. Mel is mega snel en eet een frikandel. Dankjewel, oh snapperoni. By the way, je kunt deze hobby ook in extreem moeilijk spelen. En schijnbaar is dat letterlijk bijna onmogelijk. Dus moet ik dat ook een keer doen? Wat ik ook letterlijk vraag terwijl ik nog niet eens ontsnapt ben. Zo zelfverzekerd ben ik over deze ontsnappingspoging. Maar moet ik dat ook een keer proberen? Doe dan een like. En spam vooral in de comments hamburger. Want laten we eerlijk zijn, we hebben een hamburgerkanon. We moeten de hamburger een klein beetje aandacht geven. Gebruik metalen planken om aan de overkant te komen. Oké, dat klinkt als een plan. Dat klinkt als een fantastisch plan. Ik heb nog nooit zo'n goed plan gehoord. Oké, dus we hebben hier een metalen plank. Ik vind het zo gaaf. Ik hoop niet dat alle Roblox hobby's dit zeg maar gaan hebben op een gegeven moment. Want ik vind het ook wel weer leuk om een beetje die echte Roblox vibe te hebben. Dat je je hele poppetje kunt zien lopen. Maar gewoon bij sommige hobby's is het denk ik wel echt een leuke aanvulling. I don't know, het werkt. Wat wel fijn is, want anders zou ik geen video hebben nu. Maar zeg maar, het werkt en het is leuk. Ik bedoel, iets kan werken, maar kan alsnog stom zijn. Zoals... Bob. Je bent zelf stom! Oké, volgens mij is dit de laatste plank die we nodig hebben om aan de overkant te komen. Dus we gooien hem neer. Dankjewel. Ik vind echt, jij bent mijn beste mattie. Ik bedoel, is het toeval dat ik de hele tijd naast hem loop? Volgens mij wel, want hij wacht niet op me. Ja, het is toeval. Oké, my gosh. Oké, let's go. Ik schiet hem. Ik wou zeggen een aardappel, maar het was overduidelijk een ananas. Oké, we nemen het nu op tegen die agent die al de hele tijd achter ons aan zit. En hij heeft een robot deze keer. Nu weet ik niet of ik daar heel blij van word, omdat ik hem best wel cool vind. Ik word er blij van als ik hem heb ingemaakt. Want dan heb ik een super stoer verhaal waarin ik vertel dat ik een robot heb kunnen inmaken. Maar ik word er niet blij van als ik verlies. Want dan ben ik gewoon ingemaakt door een robot. En dan vertel ik het nooit tegen iemand. Oké, we hebben de helft van zijn health. Hebben we eraf gehaald. En nu inmiddels, terwijl ik het 5 keer herhaal, zijn we alweer op 4/5 of zo. Dus nog een paar van die burgers op zijn mel. En dan hebben wij volgens mij de agent ingemaakt. Dit was best wel makkelijk. Ik ben wel een paar keer afgegaan, maar niet zo heel vaak. Ik zou mezelf geen oppernoep willen noemen, maar gewoon een gemiddelde noep. Oké, daar gaan we. We hebben hem bijna. Let's go. Yes, we hebben hem. Hij draait rondjes. Je bent een goede danser. Oké, maar nu. Ik bedoel, hè, we hebben de agent ingemaakt, maar we zitten nog wel, ja, binnen de muren van de gevangenis. Dus, bedoel, wat moet ik daar nou mee? Hoe gaan we dat fixen? Oeh, een auto. Ik denk dat daar onze oplossing is. Oké, we gaan de auto in. Mag ik zelf rijden? Volgens mij ben ik ontsnapt uit de gevangenis. En eigenlijk, als ik dat ben, wil ik zometeen toch even een klein stukje spelen van die extreem moeilijke variant van deze hobby. Gewoon even om te proeven wat dat nou ongeveer gaat zijn. Ik ben altijd een beetje bang dat wanneer je aan het einde van een hobby bent, dat het dan zeg maar niet het einde is. Ik weet dat dit niet logisch klinkt, maar dat er dan ineens weer wat gebeurt, waardoor je erachter komt. Oh, ik ben pas op de helft. Terwijl je letterlijk dacht dat je het laatste level had gehaald. Oké, we gaan naar boven. Wat is dit, dude? Kijk, dit bedoel ik. Dit is
is toch nog wel even een stukje parcours. En nu is het echt heel erg irritant om die jump boost te hebben. Of tenminste, nou, ik neem het terug. Het is eigenlijk best wel chill. Ja! Wacht, wat zie ik dat nou goed? Ik zie Siren Cop. Siren Cop! Ja, dat is ook een obby waarbij je dus van die dude moet ontsnappen. Maar dit was leuk. Dit was echt heel nice. Ik zie hier een portal. Gaan we er doorheen? Laten we er doorheen gaan. Let's go. En nu kom ik in een andere obby. Als ik deze obby een cijfer zou moeten geven, een 8,5. Dat was echt heel goed. Dit was de best beveiligde gevangenis. Abonneer voor meer en adios.